Het is een unicum in deze tijd, een buurtwinkel. En als er eentje dan ook nog eens 50 jaar bestaat, dan is dat helemaal reden voor een feestje. En dat feestje vieren eigenaren José en Henny dan ook volop. Ja, mijn ouders zijn hier ooit 50 jaar geleden begonnen. In een hele andere tijd als nou. Dat het financieel anders was als nou. En die hebben dit gekocht toen de tijd. En nu zitten we er nog steeds. Vandaag zijn we gewoon de hele dag open en we blijven. Ja, het is leuk als de klanten binnenkomen. En we hebben koffie, we hebben een borreltje. Dus dat vieren we met de klanten. En dan gaan we met de familie gaan we nog een keer lekker uit eten van het weekend. En dan is het mooi geweest. Ik ben zeer trots op mijn kinderen, mijn kleinkinderen en mijn aangetrouwden dat ze dit zover hebben voortgebracht. Burgemeester Bruls ontving maandagmiddag uit handen van auteur Michel Hollander een exemplaar van Bijna Buitenspel. Een voetbalboek met quotes van ex-internationals, bestuurders en opinieleiders. Ook Bruls heeft een bijdrage geleverd aan het boek. Hij is openhartig over zijn verhouding met NEC en de harde kernsupporters met wie hij een gespannen verstandhouding heeft. Ook de Nijmegenaar Floris Stas, oud-wethouder sport, komt in het boek aan het woord. Het centrum van Nijmegen moet autovrij worden, althans als het aan de Nijmegenaren ligt. Zij willen, zo blijkt uit een steekproef van N1, het liefst zo min mogelijk auto's in de stad. Nu rijden automobilisten nog ver in het centrum door naar de verschillende parkeergarages, maar een deel van de Nijmegenaren ziet dat dus niet zo zitten. Verschillende steden in Nederland hebben hun binnensteden al autoluw gemaakt. In het centrum van Den Bosch bijvoorbeeld worden auto's al jaren gemeden. En dat wordt door bezoekers als zeer positief beoordeeld.